In zijn woonplaats Naarden is gisteren interieurontwerper Jan de Bovry overleden. Hij was 78 jaar. De Bovry noemde zichzelf meubelmaker, maar hij ontwierp ook huizen. In Flevoland was hij bijvoorbeeld de architect van een villa in het Almeerse Overgooi. En in Dronten ontwierp hij zelfs een heel wijkje in het golfresort Harderwold. Odette Breijink van CAF in Almere, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U heeft 2 jaar geleden met Jan samengewerkt aan een workshop met Lego. Hoe ging dat? Ja, dat was mijn eerste grote masterclass met een professional. En het was ontzettend leuk. Ik wilde heel graag iemand van naam daarbij betrekken. En toen kwam Jan eigenlijk als eerste meteen bij me op. En hij heeft dat aangenomen, die klus. En hij heeft het echt heel erg leuk gedaan. Het was ook meteen uitverkocht. Hij heeft de zaal toegesproken. Hij heeft verteld hoe hij in het ontwerpersvak is gekomen via zijn vader. Vooral de interieurs. Maar ik was natuurlijk heel erg geïnteresseerd in hoe hij ook in de architectuur terecht is gekomen. En daar heeft hij ook over verteld. En we hebben dat uiteindelijk afgesloten met een workshop waar jong en oud los is gegaan met onze witte Lego. En daar prachtige huisjes heeft gemaakt. Ja, architectuur, daar was hij niet echt bekend mee, hè? Nee, ik denk dat zijn hoofddoel in het leven was het ontwerpen van meubels. En dat heeft hij vooral gedaan. Maar uiteindelijk heeft hij denk ik ook wel gedacht van ja, die meubels moeten ook wel tot hun recht komen in de juiste omgeving, in de juiste ruimte. En misschien is dat wel de reden geweest om er zeg maar de doos omheen te ontwerpen. En dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. Ja, u heeft een achtergrond in architectuur. In Almere heeft u daar ook mee te maken. Wat vindt u bijvoorbeeld van de villa die jij ontwerpt voor Overgooi? Ja, ik moet zeggen dat ik zelf wel fan ben. En misschien stoot ik nu wel heel veel mensen tegen het zere been. Maar ik vind het heel fijn om te zien hoe hij... Dit is hem trouwens niet, hè, die villa in Overgooi. Nee. Deze is volgens mij in... Het zijn een aantal werken van hem die we nu laten zien. Ja, precies, bij Harderwijk, die vakantievilla's. Maar wat zo fijn is dat het eigenlijk altijd uitgaat van symmetrie. Zodat je heel goed weet waar de ruimte zich bevinden. En de plaats van de ruimtes, van keuken tot woonkamer tot slaapkamer, is eigenlijk ook altijd heel erg logisch. Functie volgt eigenlijk meteen zijn ontwerp. En ja, dat heeft hij in mijn ogen altijd heel goed gedaan. Ja, is het een herkenbare stijl dat je zegt van, oh, dat is een de Bovry? Nou, ik moet natuurlijk zeggen dat ik een geoefend oog heb inmiddels. En ik herken een de Bovry eigenlijk onmiddellijk. Het is altijd symmetrisch. Het heeft heel vaak een veranda. Nooit meer dan 2 verdiepingen. En dat was ook iets wat hij in die workshop zei. Er was iemand die heel erg fanatiek aan het bouwen was. En die had een 3e verdieping erop gezet. Ja, zegt hij, heel leuk, tot hier. Maar die bovenste verdieping moet er eigenlijk af. Heel sneu voor die meneer. Maar dat was echt wel zoals hij het zag. Symmetrisch, deur in het midden. Links en rechts heel helder structuur van ramen. En via de gang natuurlijk naar het hart van het huis. De keuken, want daar was hij ook heel erg duidelijk in altijd. Ja, het was ook een man die eigenlijk zijn werken altijd wel in de gaten hield. Hè? Ik ken toevallig mensen die hebben hun huis laten ontwerpen door Jan de Bovry. En inderdaad, het was gewoon 1 laag. Maar hij is ook regelmatig nog weer teruggekomen hoe het met het huis ging. Herkent u dat een beetje, dat hij contact hield met zijn ontwerpen? Ja, dat siert hem. Want ik ben toevallig net in een hele discussieverwikkeling over ja, dat gebouwen eigenlijk. Ja, hoe gaat het aan het eind van een termijn van een gebouw? Zijn gebouwen gedoemd om uiteindelijk ook te sterven, net als mensen, weet je wel? Je hebt een beginconcept, dat is het creatieve concept. En aan het eind, ja, wat gebeurt er dan met een huis? En soms zeggen mensen of architect ook wel, nou, je mag best wel zien dat het huis een soort laagje krijgt, waardoor het misschien ook wat meer in de tijd geplaatst kan worden. Maar ik denk dat de huizen van Jan altijd wel netjes opgepoetst moesten blijven en bijgehouden moeten worden. En ja, ik vind het mooi als iemand nadat het huis is opgeleverd, daar nog aandacht voor heeft. Ja. De invloed van Jan op de Nederlandse interieurs is groot geweest. U heeft het al gezegd, het ging van bruin naar wit. Keuken werd ook wat centraler. Maar denkt u dat hij zich alleen maar dat alleen eigenlijk de kleur maar heeft veranderd? Nou, ik denk dat hij vooral, natuurlijk, we denken meteen als we aan hem, als we het over hem hebben, over wit en over die symmetrie en over die geometrische vorm
vormgeving. Maar ik denk dat hij vooral heeft geleerd of heeft verteld dat je dat wonen leuk is en dat het je plek is en dat je van je huis ook altijd je thuis moet maken. En hij heeft wonen op de agenda gezet als dat is een soort levensbehoefte. En dat vind ik wel bijzonder aan hem. Dat hij vooral heel veel aandacht heeft gehad voor de mens in die eigen omgeving. En je moet het je altijd eigen maken. Je moet altijd zorgen dat het jouw sfeer heeft. En daar heeft hij denk ik wel de mensen de ogen geopend. En het eikenhout ging eruit. En de mensen gingen veel meer spelen met hun interieur. En kijken wat er bij hen paste. En dat vind ik wel ja, ook een mooie eigenschap van hem. Ja. Denkt u dat er een opvolger is voor Jan de Bovry? Nou, ik zag gisteren heel toevallig al even Piet Hein Eek. Die ook heel enthousiast over hem sprak. En die ook heel veel van hem geleerd heeft. En ik denk überhaupt dat mensen tegenwoordig veel meer geïnteresseerd zijn in zeg maar, het kleine cirkeltje waarin ze moeten leven. En in deze tijd is dat misschien nog wel veel sterker. Dus ik denk dat hij een goede opvolger zou kunnen zijn. Al zou ik dat niet zo willen noemen. Maar hij heeft heel veel van hem geleerd. En hij ziet ook het belang van zijn visie op wonen en gezelligheid en nou ja, de invloed van kunst, de invloed van kleur op je gemoed. En ja, ik denk dat hij daar best wel in past. Maar ja. Er zijn daar ongetwijfeld veel meer. Hij heeft een hoop achtergelaten waar we nog heel veel van kunnen genieten. Odette Breijink van Calvin Almere, dank u wel.